Adrie Steenbergen, Dennis Demmers is ontslagen als trainer van Go Ahead Eagles. Uh, waarom heeft de club dat besluit nu genomen? We hebben dat besluit nu genomen omdat uh, we hopen dat we uh, met deze beslissing uh, de negatieve spiraal waarin we terecht zijn gekomen kunnen keren en, en 180 uh, graden kunnen draaien. Want, uh, of 90 graden moet je dan eigenlijk zeggen. 90 graden kunnen draaien. Want uh, ja, we hebben van de laatste, of uit de laatste 9 wedstrijden, hebben we slechts 7 punten gehaald. Dus we hebben 20 punten laten liggen. En uh, ja, ondanks dat we in de winterstop, in de winterwindow, een, een impuls gegeven hebben aan de selectie met een tweetal nieuwe spelers, uh, ja, heeft dat toch uh, niet tot uh, het gewenste spelverbetering, schuine streep, resultaten uh, geleid. En van daaruit dat we hebben moeten, helaas moeten zeggen, en dat doet ons allemaal pijn, maar vooral Dennis Demmers natuurlijk, uh, dat we uh, afscheid van elkaar moeten nemen. Ja, dan is het verlies van Achilles 29 dan de spreekwoordelijke uh, de, de druppel. Is, is het vertrouwen dan weg? Moet ik het zo zien? Het heeft allemaal met vertrouwen te maken. Ik bedoel, zeker als je in zo'n uh, slechte serie uh, zit. En uh, ja, voor Dennis is het natuurlijk uh, helemaal vervelend. En het vertrouwen wordt natuurlijk ook niet bevorderd als uh, uh, na elke tegenkool het publiek de laatste wedstrijd al uh, begint te roepen: uh, Demmers eruit en, enzovoort. Dat is uh, één uh, voor Demmers niet fijn, maar ook voor de ploeg niet fijn. En uh, ja, dat heeft dan ook uh, met dat totale negatieve. Gevoel wat er dan rond de club gaat hangen, uh, ja, dat hebben we moeten doorbreken. En, uh, ja, goed, daar hebben we in uh, de winterstop en kort na de winterstop al met Dennis over uh, uh, gesproken, geëvalueerd, ook met de spelersgroep Ook samen. Uh, we zijn daar heel open in geweest naar elkaar toe en dat is alle complimenten voor Dennis daarin. De Nooit verstoppertje gespeeld of wat dan ook. Dus, uh, ja, maar uiteindelijk uh, heeft het dan uh, geen resultaat gehad ja, en daar moet je toch een knoop door hakken, hoe vervelend ook. Ja, dan zal hij uiteraard teleurgesteld dus zijn. Maar zag hij dan ook een beetje aankomen? Ja, absoluut. Hij zag het aankomen. Het, het, het was, uh, uh, en dat hebben we ook uitgesproken naar elkaar, namelijk van ja, we zullen dat nu eigenlijk wel van wedstrijd naar wedstrijd, uh, van wedstrijd tot wedstrijd gaan bekijken. Hij was nog geen jaar hoofdtrainer. Hij heeft, heeft uh, 3,5 jaar bij ons uh, gewerkt. Hij heeft een half jaar uh, heeft hij het overgenomen van uh, Foucault-Boy. En uh, daarna hebben wij besloten, en dat hebben we met volle overtuiging en vol vertrouwen gedaan, in zijn kwaliteiten, van uh, hij kan ons ook uh, een uh, goede positie uh, bezorgen in de eerste divisie. Maar toch een onervaren hoofdtrainer op, op dit niveau, dan is dat dan wel achteraf. Ja, is makkelijk praten misschien, maar misschien niet de allerbeste keuze geweest. Ja, jij en ik weten hoe ze dat zeggen. Wat achteraf is. Hè. Dus uh, iets met een koe, en weet ik het allemaal. Dus uh, uh, ja, wat is, wat is achteraf wijsheid? We hebben tussentijds ook in uh, ergens begin november, eind oktober stonden we bovenaan. Dus uh, ja, toen was er ook geen sprake van. Uh, maar Dennis heeft natuurlijk altijd wel uh, uh, een beetje het tegen gehad dat hij niet op niveau gevoetbald heeft, hoe vervelend of dat ook is. Want ik weet dat je, dat je daardoor eigenlijk al met een 1-0 achterstand begint. Maar nou, hij heeft zich door zijn inzet hier en door ook de kwaliteit die hij levert, heeft hij uh, bij ons in ieder geval nooit het gevoel gegeven van nou er staat een onervaren trainer. Dus een man die uh, echt door de wol geverfd is. Hij heeft het ook op hoog amateur niveau laten zien. Uh, uh, die die Rinis Michels Award heeft hij geloof ik nog gewonnen. Dus nou ja, wij hadden er alle vertrouwen in en, en ik denk dat dat, uh, dat dit uh, op een onactief stellen uh, niets, uh, niets te maken heeft met de uiteindelijke kwaliteiten van Dennis Demmers, die heeft hij. Nu mag de club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Worden er dan op dit moment al gesprekken gevoerd? Nee, nee. Zo, we zijn wel daarin wel chic. Uh, we hebben nog geen gesprekken gevoerd. We gaan wel nu vanaf morgen gaan we een, een, een longlist, gaan we maken. En uh, ja, uiteindelijk wordt dat weer een shortlist en dan gaan we met twee of drie man uh, gesprekjes voeren. We hebben dispensatie van de KNVB om uh, tot 7 maart, even uit, ja, 7 maart uh, met de assistent trainers uh, Deschevere en uh, Boerenbach, waarbij Harry dan Harry Deschever, leidend is uh, om daar uh, die voor de groep te zetten. Dat is uh, akkoord bevonden door de KVB. Dus we hebben ook zelf daarmee wat tijd om, om in alle rust naar kwaliteit te zoeken. Ja, ik kan me voorstellen dat er dan een profiel wordt uh, opgesteld. Hè. Wie, wie moet het dan worden en vooral wat voor trainer? Is zou dat dan ook een trainer met wat meer ervaring? Het zou wellicht uh, uh, kunnen zijn, dat dat, dat dat aan de profielschets uh, komt te hangen. Maar van de andere kant heeft het ook te maken met wat is het aanbod. Ik bedoel, uh, uh, alle toptrainers en goede trainers. Uh, uh, die, die, die zijn, de meeste zijn natuurlijk wel aan het werk, maar er zijn ook nog heel veel uh, goede trainers die, uh, omdat er meer uh, trainers zijn dan clubs, die, uh, die, uh, die uh, werkloos zijn. Dus ja, wij zullen daar heel goed en kritisch naar kijken.